Op woensdag 17 april werd Brede School de Diamant in Zomeren officieel geopend. Tini Reiling, in februari zijn jullie hier terechtgekomen, gaan wonen. Ja. Hoe is dat nu toe geweest? Het is heel fijn geweest, maar ook nog heel druk. Dus toen we hier kwamen, toen waren de klaslokalen klaar en we konden les gaan geven. Maar er moesten toch nog een heleboel dingen gebeuren en daar zijn we eigenlijk nog steeds druk mee geweest. Ja, en voor vandaag moest alles natuurlijk picobellen in orde zijn en dat is gelukt. Ja. Het laatste moment waren ze bezig, of niet? Ja, bijna wel. Ze kwamen nog een bord plaatsen, ja. Ja, ja. En hoe nu verder? Er moet nog wat gebeuren, of niet? Ja, er moet nog het een en ander gebeuren rondom de school. De tuin ook aangelegd. Aanstaande zondag hebben wij open dag. Dan nodigen wij iedereen van harte uit om te komen kijken op onze prachtige locatie. De mooiste locatie van Zomeren, op de mooiste school van Zomeren. En deuren en asten. En deuren en asten, ja. Dus ja, we gaan nu weer verder naar zondag toe, 21 april. Hoe beleven jullie deze nieuwe school? Het is een geweldige school. Ja, vanaf het moment dat we hier binnenkwamen voelden we ons heel erg op ons gemak. Het is echt de kleuren, de materialen, de omgeving is fantastisch. Ja. En de kinderen? De kinderen vinden het ook heel erg mooi, ja. Toen die de eerste keer binnenkwamen was het echt O en A en O. En dat is zo gebleven, ja. Ja. Zo gebleven? Ja. Zo gebleven. We zijn nog steeds heel blij met de school. Ja. We zijn altijd bezig hier, maar toch een officiële opening. Dat is dan voor de mensen nog even te bedanken. Ja, 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 ja. Zeker. Dat hoort erbij, hè. Ja. Heeft u het meeste te danken? Aan wie het meeste? Ja, natuurlijk aan de gemeente, want anders had deze school hier niet gestaan. En nou, de mensen die ik noemde, de aannemer en ja, Jan Borg, die de bouw coördineert. Ja, heel veel mensen hebben eraan meegewerkt. En dat is dan jammer dat je die niet allemaal kunt noemen. Maar ja, het is echt een heel fijn proces geweest met alle mensen die erbij betrokken waren om deze school te bouwen. Dus wat dat betreft vind ik het wel een beetje jammer dat het klaar is. Van de andere kant kunnen we nu volop gaan genieten in de nieuwe school. Ja. Jullie hebben heel veel betrokken ouders. Ja, ja, ja. We hebben heel betrokken ouders. Onze oudervereniging die gaat echt helemaal voor die school. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja. Morgen weer gewoon les. Morgen weer gewoon les, ja. En nog een beetje nagenieten denk ik van vandaag. En dan ook nog voorbereiden voor zondag voor de open dag. Want dat wordt echt een geweldige activiteit. Nee, het is de vraag elke keer, is het D of is het T? Maar als prof, tip, tik, een tof, stip. Als een tof, hip, hulpmiddel, kruipen, de schuldmiddels F en K en SCHP. Altijd met een T, altijd met een T. Zij hebben het van hun hebben het van hen. En hun die hebben herrie met de tussen en. Dan wil ik zussen en tot bedaren brengen waar een enge N verschijnt. Dan schijnt naar het schijnt door bekwamen gesteld, samengesteld woord van de soort met de N gehoord te worden. Maar niet bij verleend en niet bij versteend, erbij geleend maakt alles helemaal niet raar. De Nederlandse taal is het zo kek in elkaar.